De Nederlandse film in bloe van regisseur Jaap van Heusden is geselecteerd voor het prestigieuze Rome Filmfest. Het drama is opgenomen in de competitie, maakt een distributeur Paradiso Films en producent IJswater Films Woensdag bekend. Het festival vindt eind oktober plaats. In de competitie zijn verder nieuwe films van grootheden als Steven Soderbergh, Katrien Biegelow en Richard Link later opgenomen. Van Heusten en hoofdrolspeelster Maria Kraakman zullen het festival bijwonen. In Blue gaat over de Nederlandse stewardess Lien, gespeeld door actrice Maria Kraakman, foto. Tijdens een vlucht helpt ze bij een bevalling, een bijzondere gebeurtenis die haar confronteert met haar eigen verleden. Een toevallige ontmoeting met de 15-jarige Nissu, die in de ondergrondse tunnels van Boekarest leeft mond uit in een complexe verbondenheid tussen beiden. De film beleefde begin september de wereldpremiere op het festivalfilm Baai Desea in Vlietzingen. Het drama draait momenteel in de Nederlandse bioscopen.